vrijdag. Het Oya en Isomiya event zijn voor uitgenodigd. En dan gaan we kijken en hopelijk wat visjes winnen. Ja, zin in. Vandaag vrijdag, morgen gaan we ook nog kweken bezoeken. Maar nu vandaag vooral dat evenement. Kijk er naar uit. Ook de dingetjes regelen voor de terugreis al. Omdat we morgen dus zo vroeg weggaan. Oh, lekker hoor. Is toch altijd leuk om leuker naar regen. En zelfs in de winter leuker dan zonneschijn. Mooie beelden van sneeuwde bomen. Ja, helemaal leuk. Helemaal zin in vandaag. Gaan straks ook nog eventjes naar boven. Zodat we alle sneeuw kunnen zien. Of alle sneeuw. Daar is natuurlijk meer gevallen. En even de schone auto schoonmaken. Nee, Kansasjoa, 45 centimeter, vrouwtje, mooie tekening, helemaal goed, en een Jindrin Showa. Daar ben ik ben niet een hele grote Jindrin fan, nou ja, bij sommige kwaliteiten dus wel, die Yamabuki Challenge vind ik het helemaal te gek. Vandaag ook weer die Yamabuki zien bij het Isomiya event, helemaal te gek, maar deze Jindrin Showa wel ongelooflijk gaaf. Zo intens.
zal een gaaf vis. Nou, we zijn op de Isonia. Was het drukker dan ik had gedacht? Ja, het is ook niet drukker. Dit zijn, moet je voorstellen dat dit ongeveer alle dealers zijn die in het hele Niagara gebied rond zijn. Hier liggen de vissen van. Oh ja. Er zijn transportzakken, of transportzakkenzakken, om goed te kunnen kijken. Nou, nu hebben we dus een. Oh. En nu moeten ze dus, hebben we daar geboden, hebben we daar de blaadjes in. Hier is ook al. En ze gaan dus nu alle zakjes halen ze eraf. Ja? Ja. Dat is ook zakjes leeg. Ja. Aan een koordje. Nou, en die gaan dus nu hier naartoe. En ze gaan dat. Dat is Oja. De broer van Nacho. Die gaat hier net ook lopen. Er staat al iets. En dat is het. De mensen staan hier. Dan gaan we kijken. Dus je moet, ze hebben een, zeg maar, een basisbedrag en dan moet je daar overheen bieden. En als je er één jaar overheen zit en niemand anders, heb je hem. Maar ja, het is natuurlijk link. Je weet het niet wat iemand maximaal biedt. En voor ons is dit nog een soort van beginning. Hoe heet het? Beginners. Dus ik weet niet, ik heb geen idee hoe de markt nu ligt bij Oja. Ik weet geen idee hoe de jongens aan het bieden zijn. Dus wie weet, hebben we er 1 of 0 of 5 of 4 of 3. Nou, de eerste 2 van de 5 biedingen die we hebben gedaan, hebben we binnen. En we hebben deze hele gave. Binnenkort op de veiling. WhatsApp-veiling en de veiling site. En nog een hele gave set. Hoeveel zijn dat er? 15 stuks. Grote vis hoor. Hebben 22, 25 centimeter. Nou jongens, nog een laatste keer denk ik. Vrees van wel. Laatste keer sushi. Ja, thuis we morgen. Thuis met een aardappel en groente. Morgen zijn we in Nagoshi, hebben we een afspraak mee. Ja, dan als we terug zijn, dan is het waarschijnlijk al te laat. Dus te laat, sushi. En is alles zakken, jongens? Nee, niet veel, hè? Nee, hè? Nee, klopt. Het is een stuk minder. We hebben hier eentje van 106. Die pijlt echt uit, dan hebben wij ook een geboden. Laat zien. ちょっと単調さ。
Hoi. Wat een mooie Tanzo Sanchez, Tanzo Showa van Isomia. De top van de veiling, top stuk van de veiling. Vorige keer hadden we al de Beko als de top van de veiling en nu deze. Nou, in het hele filmpje ga je zien hoeveel loodjes er waren voor deze bol. Wij hebben deze het hoogste bod geboden, maar nog steeds mooi geprijsd. Hele hoge kwaliteit, Tanzo Sanchez, Tanzo Showa. Een groot gedeelte zal hiervan op de veiling komen, maar ik heb net een foto gemaakt met de nummers erop. Dus als het voor de veiling is, dan denk je van hey, wat is de normale prijs, wat is de vaste prijs? Dan kun je hem daarvoor kopen. Misschien van ja, ik wil het niet riskeren dat hij hoger komt of nou ja. Dus. Laat je je mnoga, razende kreba, я знаю кто. Naar Gorsi. Vroeg weggegaan, om 8 uur zijn we hier en dat komt omdat we vanavond al in Tokio moeten zijn om morgenochtend onze vlucht naar Japan of naar Japan naar Schiphol te hebben, Amsterdam. Hi, waar je bent, Sabas. Morning. Zijn we genoeg, hè? Speciaal voor ons geselecteerd een selectie Tosai. Toen ik op de kooishow zei van nou, we komen naar je toe, zei hij wat? Ik zei ja, we komen naar je toe. Ik zei, ik heb helemaal nog geen Tosai. Hij zegt, ik ga deze week voor je regelen. Alles staat klaar voor de selectie. Er staat alleen één iemand in de weg. Altijd staat hij in de weg, dat is ongelooflijk. Ja. Weet niet wie het is? Nee, ik weet het wel. Hele week. Kijk eens jongens, wat een team voor de veiling aan het filmen. En we hebben hier dus de box waar ook de veilingvissen doorheen zitten. Maar ook nog een aantal vissen die gewoon in de winkel natuurlijk te koop zijn. Heel veel boxen. Zien jullie niet, want dan is het ook nog de moeite waard om een keertje naar de winkel te komen. Maar nou ja, deze serie hebben we dus ook weer een hele gave veiling van. 25 centimeter, 20 tot 25 centimeter. Again,
where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again